Yo mensen van Mark hier, we zijn weer terug met een nieuwe video van The Evil Within 2. Ja, we zijn weer terug en het is een flinke dinges. Ik heb nu Medical Sirens, dat scheelt me ook, dat is mooi. Mooi, zullen we hem gebruiken gelijk? Ja, dat lijkt me een goeie. Mooi, ik heb er wat health erbij. Oh, dat scheelt, inderdaad. Fijn, mooi. Hey, een geweer. Altijd een welkom. Ja, inderdaad. Als jij, als ik je nodig heb. Mijn god, jongens. Mijn god, jeetje. Nou, we zijn buiten. Maybe this is the right place. Ja, misschien wel. Lily. Oké, we moeten er gaan vinden, Lily. De tweede ronde. Oké, geen idee waar ik mezelf in gekregen. Sebastian, where have you been? We lost you. Oké. But it sure as hell wasn't a quaint little town. Something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are, it's like Beacon all over again. Oké. What the fuck did you just send me into? Einde. I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Okay. I'm searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Okay, is goed. Ja, prima. Sure. Welcome to the Union. Nou, dat is ook wel een dooie. Ligt er al aardig. Left here to rot like this. Inderdaad. Don't worry, Sebastian. It is just a small, quiet town. Hopen. Yeah. Het is een too quiet. Ja, inderdaad. Huh? Hello. Hey. She had to have heard me. Huh. Better check it out. Ja, laat ik het inderdaad maar uitchecken. Dus voor de zekerheid. Hallo? Skin and bones. Skin and bones? Ugh. Clean your plate. Ugh. Skin and bones. Uh-oh. I said eat! Oei, jongens, dit gaat niet heel goed. Oh. Ik ga me alleen afvragen waar ik moet opslaan. Oei. Die kwam één keer omaf. Die kwam echt één keer omaf. Heetje mina zeg. Uh-oh. Oh god. Nou, oké, gelijk goed. Prima. Investigate. Green gel. Oké. Kidman. That was fast. Ja. Did you learn anything new? Yeah, I did. Ja. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. Geen idee. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Mm-hmm. Sebastian. Save it, Kidman.
Leave it to me. I'm gonna find her. Okay. Operate. Niks bijzonders, maar ik heb eigenlijk een save point en die heb ik nog niet gevonden. En ik heb ook geen zin om dat hele punt opnieuw te beginnen. Waar is die jongen? Nou, ik ga naar boven, jongens. Kijken of daar nog iets zit. Dichtgespijkerd hier. Echt dichtgespijkerd. Jeetje, mina. Gunpowder. Oh, die is altijd handig. Zit hier iets? Onder, lijkt me. Zat daar iets onder? Nou, niks te vinden. Ik ga naar buiten. Zullen we de auto pakken als het lukt? Nou, dus ik kan niet de auto pakken. Jammer. Dat had handig geweest. Voor nu. Wat de... Melee attack. Ammo. Altijd handig. Thanks. Gunpowder. Niks. En die is van staal. Ja, die kan ik niet open krijgen. Jammer. Maar ja, het moet dan maar zo. Eens even kijken. Die mag daarin. Oké. Okay. Kan ik dingen inventory doen? Nou, als een, ik kijk wel of ik dat een keertje moet maken. Maar dat komt wel goed. Voor nu. Moet ik deze auto pakken? Nee, dus... Jammer dat je dan weer auto's kunt pakken, want nou ja, het moet maar weer lopend gebeuren. Oh. What now? Hoor iets. Dat is hier. Een heel veel van die zombies. O'Neill, move! Naast je. Oké. Mobius members. Some of them are still alive then. Damn. Those things are everywhere. Need to get in there and squeeze that guy for info. Cock. Geen gezien. Nee, ik kan niet worden geraakt nu. Dus wel. Oh fuck. Ik heb toevallig een hele tijd dat ik hem. Alright. Ja, enemy eye alert, dus dan hebben ze me gezien. Inderdaad. Dan moet ik mee oppassen nu. Ik ben ook gewond.
Ik regen nu een beetje. Kijk hem met kit. En ik ben weer wat genezen. Precies wat ik nodig had, een medikit. Eventjes jongens, een medikit. Oh, thank god. Nou, laten we snel achter die Mobius dingen gaan. Don't come any closer! Okay. Calm down. Don't shoot. Okay. I'm not gonna hurt you. See? Okay, is goed. Nou, jongens. Ik doe me geen pijn. I'm on your side. Ja, inderdaad. You're not Mobius. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. You're right. I don't work for Mobius. But I was sent here by them. Have you seen what those things out there? Yeah. What they can do? Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Protecting me was his job. And my job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. I'm not a soldier. I'm just a technician. I know. Okay. Stop! Stop it! Stop! Okay. No, okay. A soldier would have taken the safety off. Yeah. I told you, we're on the same side. Yeah, no doubt. Let's try this again. I'm Sebastian Castellanos. Oh. I'm O'Neill. Liam O'Neill. Liam O'Neill, okay. So welcome, Liam O'Neill. You're not Mobius, but they sent you in here? Yeah. I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Okay. Just like you are. Yeah? Moi. Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's okay. Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Okay. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. Okay. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? Okay. I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonated the core's frequency. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl. Okay. Right? Quiet. Was that her? Yeah. The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. Okay. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Any day. Communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably okay. pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what. No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That okay, prima. If I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. It's more dangerous out there than I expected. Okay, we gaan verder met chapter 3, maar dat gaan we in de volgende video wel doen. Voor nu. You didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. Okay. Something up from two Mobius security team members who were talking. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. I'm all alone in here. I could use some protection. Okay. If you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on the communicator. Follow it or don't follow it. I don't care. Okay. So you've been stuck in here a week already? Has it been? This was supposed to, like, but this is different than... What do you mean? Wonky st- What's happening is more than that. This... We use the stable... What's the... Yeah. Ga gewoon even verder. Ga hier even snel doorheen, jongens, want dit is anders een beetje saai. En ik vind het prima.
Those things are pretty tough. Do you have anything? Not in here. This place was. Do you know where I could? It's pretty chaotic, but I did see something useful next to. I'll mark its location for. Okay. Mooi, is goed. Dan slaan we hier op. Oké, mooi. Mijn bullets zitten vol. Workbenches, eens even kijken. Kunnen we iets maken? Crafting. Handgun bullets. Oké, nou, wapen heb ik gereed dan maar. Oké, ik mis nog wapenparts. Voor nu in ieder geval. Wat heb ik hier? Weaponparts, mooi. Daar kan ik even aan upgraden nu. Ik denk al van, what the hell. Kijk, ik heb nog 10 wapenparts. Voor nu. 20. 30. 20. Oké, nou, hier moeten we dus even mee wachten. Voor nu. Dus ik heb een wapen upgrade. Ik vind het prima. Ik ga hem even 7, jongens. Chapter 2 hebben we gehad. Chapter 1 ook. Dat was een beetje de intro chapter. En de volgende ronde gaan we beginnen aan chapter 3. Dus mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En de volgende keer gaan we verder met chapter 3 van The Evil Within 2. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later! Peace.